Dit wordt weer een hele mooie nieuwsuitzending. Want we gaan ons bezighouden met het meest moderne boek. Wat er geschreven is door... Ja, door wie eigenlijk? Ja, door ons. Het woord van God heet het ook wel. De Bijbel. En zoals jullie weten, ik heb Jurk Griesman. Die staat te popelen in de coulissen. En we gaan hem oppakken, want we zijn begonnen bij Genesis 1, vers 1. Ja, je moet het lef maar hebben. En inmiddels zijn wij gearriveerd in hoofdstuk 3 en vers 17. Daar gaan we hem oppakken, want vorige keer zijn we gebleven bij vers 16. Als eerste is Jurk aan de beurt om te vertellen... dag luisteraars. Hé Jurk. Dag luisteraars, dank Perry. Dag Perry, bedankt voor de uitnodiging. Dat we nog eens een keer bijeenkomen om samen in de Bijbel te gaan lezen en te studeren. Mm-hmm. Ik hoop dat de audio zover goed is, want ik heb een nieuwe draadloze headset die ik vandaag gebruik. Mm-hmm. Mijn oude was hier al een paar weken kapot gegaan. En ik heb een nieuwe computer die eindelijk eens naar behoren begint te werken, maar nog altijd hier en daar zijn flauwtjes heeft. Maar op dit moment blijkbaar goed marcheert. Ja. Dus... Ja, ik kan horen dat jouw microfoon iets anders is, ja. Hij is... Ja. Iets blikkeriger, maar je komt heel duidelijk over. Ja, de draadloze heeft een andere klank als die met draad. En ik heb die draadloze op, dan ben ik een klein beetje vrijer om mij te bewegen. Tenminste, als ik straks die snoer afdoe, die dan momenteel nog aanhangt. Mm-hmm. Ik heb gisteren en vandaag telkens een opname gedaan van The Secret History of the Jesuits in Engels dus. En vandaag voor de eerste keer met OBS. Ik heb gisteren iets voorgehad voor die mensen die het interesseert om zoiets een keer te horen. Ik was aan het opnemen met mijn Hypercam 2, dat is zo'n desktopcamera met die je gewoon opneemt wat op de desktop gaat gebeuren. Mm-hmm. Ik heb daarmee de video gedaan en na 51 minuten in één keer is die blijkbaar afgeslagen, want die heeft alleen nog maar één beeld opgenomen. Ah. En dus niet die dingen die ik op het desktop gedaan heb. En de klank van mijn backup was dan ook veranderd, dus ik heb dan die klank moeten gaan aanpassen. En heb dan de video moeten afmaken met beelden die ik dan ingevoegd heb. Mm-hmm. Maar dat is dus zonder waarschuwing gebeurd. En vandaar heb ik dan voor de eerste keer die OBS studio camera gebruikt. Dat is ook zo'n vrij internetprogramma, ook zo'n desktop camera. Maar die heeft dan de voordeel, die neemt dan ook nog desktop geluiden op. Dus met andere woorden, als ik een videofilm afspeel, is het van het internet of is het vanuit een Windows player of weet ik veel wat hier op mijn computer. En daar is geluid bij uiteraard. Ja? Dan neemt die dat ook mee op. Oh, dat is leuk. Ja. En dat doet die Hypercam 2 niet. Daarom heb ik gisteren gekozen voor de Hypercam 2 te gebruiken, want ik wist dat ik sowieso geen film had. Maar ja, die produceert dan voor 1 uur filmen 20 gigabyte file, hè? Een AVI-file. In elk geval, nu dat voorbij is, dus deze namiddag heb ik met die OBS Studio Cam gewerkt en heb een heel mooie opname gedaan, de 14e van de boeklezing van The Secret History of the Jesuits. Mm-hmm. En ik kijk al uit naar de volgende, die gaat over de Tweede Wereldoorlog. En daar ga ik een combinatie mee doen. Dan ga ik niet alleen uit The Secret History of the Jesuits lezen, maar ik ga ook lezen van Bill Hughes, The Secret Terrorists. Aha. In dat kapitel, dat gaat over de Tweede Wereldoorlog, want zover ben ik in The Secret History of the Jesuits. Dat maar eventjes ter informatie wat ik zo aan het doen ben. Ja. En ja goed, dan gaan we maar de Bijbel lezen. En we zijn dus gestrand in Genesis 3, kapitel 3, vers 17, hè? Ja, daar gaan we oppakken, ja. De koning Jacobus Bijbel leest dan in vers 17 als volgt. And unto Adam he said, this is God speaking of course, this is Jesus speaking actually. Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Ik lees even op zijn Nederlands. Mm-hmm. Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan ik u geboden had, dubbele punt, gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil, een mooi oud Nederlands woord, uwentwil, vervloekt. Al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft. Kijk hoor, ik denk dat ik dan klaar is.
Ja, en dat staat hier nog. Ja, dat is vers 18. Dat is de volgende. Mm-hmm. Wel, kijk, we hebben het toch al een keer gehad. Sorry dat ik daar eventjes mee afkom, maar we hebben het toch al eens een keer gehad over de corrupte Bijbels, hè? Mm-hmm. Weet je, hè? Ja. Oké. Dan ga ik eens een keer een geval voorlezen wat ik 14 dagen geleden voor had tijdens onze Bijbelstudie, die we altijd op Sabbatavond, dus zaterdagavond, als hier verder de Sabbat al voorbij is, de zon is onder gaan doen. Want ik doe dat met mijn Amerikaanse vrienden en die zitten 7 uur achter. Dus als hier donker is, is daar nog licht een dag. Ah, ja. En we zijn tegengekomen in het Nieuwe Testament, het boek van de Colossers. Ja? Colossians. Ja. Colossers. Doe dat een keer open, Terry. Ik ga hem even bijpakken. Ja, doe dat maar even. Even opzoeken waar die precies zit. Vind ik zo handig van die King James Online, dat je daar een soort inhoudsopgave hebt. Mm. Zodat je kan weten, als je aan het bladeren bent. Colossians, dat is na de Filipijnen. Dus ja. Naar de Filipianen, niet naar de Filipijnen. De Filipijnen zijn een eilandgroep, hè? Oh, maar echt even? Nee, ja, ja. Ja, ja, daar heb je mij te pakken. Kijk hoor, Corinthiërs. Even doorbladeren. Filippenzen, zo heet het op zijn Nederlands. Filippenzen. Ja. Daarna heb je Colossa, kapitel 1. Even kijken hoor. En dan pak direct eens een keer een Nederlandse Bijbelvertaling daarbij. Ja, ja, ik ben aan het bladeren. Ah, ik weet ja niet meer welke dat je dat open doet, dan kan dat ja niet zien. Ik heb hier, precies. Ik heb hier de brief van Paulus aan de Colossensen. Dat is Colossians, oké. Okay. Ik heb hem open, zeg maar welk hoofdstuk, welk vers. Kapitel 1, vers 14, in Nederlands, hè? Ja, ja. Ja, oké. Okay. Ik wil niet dat je de King James pakt. Ik wil dat je eerst de Nederlandse Bijbel pakt. Ja. Oké. Okay. Even kijken. Oké, dan begin ik bij vers 13, want dat is bij mij één zin. Ja. Vers 13 luidt: Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Oké. En daar hebben we het al direct te pakken. Mm-hmm. Dat wij daar te doen hebben met een vervalsing van de vertaling. Leg maar uit. In de Koning James staat, ik lees dan ook vers 13 en 14. Uh-huh. Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. In de meeste Bijbels leeste jij niet door zijn bloed. Hebte jij daar juist ook niet voor gelezen? Klopt. Ja. Met andere woorden, dat is een weglating. De Bijbel leert van begin af aan dat zonder het verspillen van bloed er geen vergiffenis van zonde is. Uh-huh. En in vers 14 staat het nu heel duidelijk: In whom we have redemption, even the forgiveness of sins. Als ik nu dat bloedzin weglaat. Ja. Dus in wie we verlossing hebben, zelfs de vergiffenis van onze zonde, maar niet door zijn bloed. Uh-huh. En daarom is het zo belangrijk om de Koning James te handhaven. Daar zijn ook andere Bijbels die deze zin hebben, maar ga naar de NKJV, ga die naar de NIV, tik dat gewoon eens een keer in op internet, je zit daar toch aan de computer. Mm-hmm. En ga eens een keer naar zo'n site waar je Bijbelversen kunt vergelijken in verschillende Bijbels. Die bestaan er. Ik heb daar de dag als wij dat met die Bijbelstudie gedaan hebben ook gehad, maar ik weet nu niet wat die hier nu met tussen zit. Ik vind die bookmark hier niet terug. Dus ik weet niet of dat ik die er toen aangemaakt heb. Vergelijke deutsche Bibel zie ik hier staan. Ah, hier, Bible Gateway. Kijk, ik zal hier dan eens een keer gaan sturen. Ik heb die... Als dan nu eens een keer open gaat hier.
Ja, zo'n nieuwe computer is net als een nieuwe auto. Die moet je inrijden. Ik heb het hier. Hier is die link. Hè? Uh-huh. Hier is de link. Klik daar eens een keer op. Ja. En daar zie jij uitsluitend de vers Colossians 1:14, over die we juist gesproken hebben. Uh-huh. In al die verschillende Bijbels. Ja. Dus KJ21, die Bijbel die daarvan voorstaat, dat is ook een corrupte Bijbel. Ja. Dat is de Calling James 21ste eeuw. Een of andere Copyright Bijbel, waar ze daar de King James van maken, maar neemt eens een keer daaronder. Aha. Daaronder staat de ASV. In whom we have our redemption, the forgiveness of our sins. AMP. Ja. In whom we have redemption, because of his sacrifice, resulting in the forgiveness of our sins and the cancellation of sins penalty. Niks van bloed. Aha. AMPC, daar staat het erin. BRG, daar staat het erin. CSB, nee. CEB, nee. CJB, nyeh. CEV, nyeh. Darby, nyeh. DLNT, nyeh. DRA, ja. ERV, nyeh. EHV, nyeh. ESV, nyeh. En zo on, en zo on, en zo on. Kijk ze allemaal door. En een hoop bijbels. In 90% van die bijbels die hierop staan, ja, een hoop bijbels, dat kunnen we maar een keer zien, hè. Ja. God heeft één woord, maar ze maken er 25 miljoen van, hè. Ja, er zit ook iets positiefs aan. Je hebt goed, hier bijvoorbeeld ja. NRSV, NRSVA, NRSVACA, NRSVCE, NTE. Allemaal hebben dat niet. Die laten de zin van het bloed eruit. En dat is de reden waarom dat ik altijd een uitsluitende Calling James gebruik. Mm-hmm. Het probleem is toch, als ik dat bloed dat voor de vergiffenis van onze zonde vergoten is door Jezus Christus er weglaat, dan heeft de paus gelijk als hij spreekt van van de failure of the cross. Huh? Mm. Wat paus Franciscus een paar maanden geleden nog gezegd heeft. Hè? Leg eens even uit, even voor de kijkeraars. De paus heeft gezegd, Jesus Christ failed even the failure at the cross. Dus zijn ja, ik weet niet wat failure in Vlaams is, moet ik een keer vertalen. Gefaald, zeg je dan. Het falen aan het kruis, ja. 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 Waar haalt die man het lef vandaan, hè? Ja, hij mag alles zeggen, hè. Dat is de vicarius filidee, hè. Maar de punt is gewoon van, en ik hoop dat dat voor onze toeschouwers hier nu in deze videoknieën duidelijk wordt, want je hebt het ja op scherm, veronderstel ik, die pagina die ik daar juist aangeduid heb. Ja, iedereen ja, ziet het voor zichzelf. Ja. Iedereen ziet het voor zichzelf en dat is nu één voorbeeld. Ik heb nu geen goesting om al die voorbeelden aan te halen, maar ik kan je een keer één ding zeggen. Als je graag een keer meer voorbeelden wilt hebben, dan moet je eens een keer dat boek lezen van Gail Rippling aan New Age Bible Versions. Dat hele boek is vol met gecorrumpeerde versen van de Bijbel. Mm-hmm. En je kunt ook eens een keer, als je liever video's kijkt in plaats van boeken te lezen, de meeste mensen zijn hier zo lui, dan moeten ze eens een keer die documentaire zien van Walter Veit, Battle of the Bibles. Daar ligt hij heel goed uit waar de fouten in liggen in al deze moderne Bijbelversies. Nu, waarom zeg ik dat? Omwille van dat jij vaak de Nederlandse vertaling daarmee bijhoudt en we moeilijk fouten herkennen tussen onze Koning James en die Nederlandse Bijbelvertaling. Alhoewel, één of twee grove fouten hebben we al ontdekt, dacht ik, in het verleden tot hiertoe. Ja, ja. Maar we zijn hier ook helemaal in het begin van de Bijbel en in Genesis bezig. We zijn niet in de boodschap van de verlossing bezig. Ja. De boodschap van de verlossing door Jezus Christus in het Nieuwe Testament, dat is het meest gecorrumpeerd van allemaal. Ja? Ja. Hier met de geschiedenis en zo van die dingen, daar gaan ze niet al te veel temperen, want al te veel misdoen. Want dat heeft niet zo'n grote invloed. Maar wat de grootste invloed op ons heeft, is dat de Romeins-Katholieke Kerk het tegendeel leert van wat Jezus Christus leert. Dat is dat je door het geloof, door het vertrouwen alleen gered bent, en dat dat niet door werken komt, dat jij daar niks mee te doen hebt, maar dat dat een geschenk van God is aan ja. u. Oh, amen. En de verlossing van de zonden gebeurt alleen door het spillen van bloed. En Jezus is het lam dat geofferd werd voor het begin van deze wereld. Hij is het perfecte lam dat de Passover vervuld heeft, de Levitische, de ceremoniële wetten van Mozes vervuld heeft, aan het kruis, door het perfecte Passover, het perfecte lam te zijn.
En door het verspillen van zijn bloed heeft hij de zonden van alle zondenaars op deze aarde op zich genomen. En, ja, zo is en het. Als ik dat bloed dus weglaat, gelijk in Kolosse 1,14, je kunt zien in die Bijbels dat gebeurd is, ja. Dan neem ik eigenlijk de hele boodschap van Jezus Christus weg. Ja. Dan maak ik van Jezus Christus maar een gewone mens. Daarom ook dat heel veel mensen zeggen van, ja, maar Jezus Christus was niet God. Die was alleen maar een mens. Ja. Maar als ik de goddelijkheid van Jezus wegneem, dan neem ik de hele boodschap van de Bijbel weg. Dat lijkt me ook, ja. Ja, en dat is heel gevaarlijk. Dus daar wilde ik iets een keer even over hebben. We kunnen nu gerust in Genesis verder doen, maar ik vond het even belangrijk om met u te delen. Ja. En ook een keer aan de luisteraars en kijkers te laten zien, gelijk je op je scherm hebt. Mm-hmm. Dat er zoveel vertalingen zijn, ja. Ja, niet alleen maar dat er zoveel vertalingen zijn, dat op zich is ja al erg, maar weet je al niet meer welke Bijbel moet men gaan pakken. Het is ja, in andere talen is het niet anders. Dat was ja nu alleen maar een Engelse site. Dat waren ja alleen maar Engelstalige Bijbels. Mm-hmm. Maar doe datzelfde een keer in Duits, of in Frans, of in Spaans, of in Italiaans. Dan heb je ja ook altijd veel verschillende soorten Bijbels, veronderstel ik. Huh? Ja, natuurlijk. Ik weet, in Duits heb je minstens 20, 25 verschillende Bijbels. En daar is het dus ook zo, hè. Daar is het ook zo. Maar ik wil nu op de Kolosse 1,14 niet zoveel verder gaan, dat iedereen voor zichzelf kan doen. Maar daarom is, Perry, vind ik het zo belangrijk dat we de mensen ook eens een keer duidelijk maken van, jongens, doe je eigen recherche. Ja. Doe je eigen onderzoek. Huh? Dat vind ik altijd het voornaamste. Yep. Oké, voordat we in Genesis 3 duiken, even over Christus, hè? Of die een mens was of God, hè? Ik sprak laatst weer met een aantal Mohammedanen. En die, ja, die schreeuwden uit, als een vraag om vergiffenis, dat ze tegen mij zeiden van ja, maar besef goed dat wij Isai, dat is Jezus, hè? Dat is onze Jezus. Ja, weet ik. Ja. Wij hebben Isai hoog in het vaandel. En ze noemen hem niet God. Ze hebben wel respect. Ja, maar ze noemen hem ook niet de Messias. Ze hebben ook respect voor Mohammed, maar dat is alleen maar een profeet. Mm. Ja, ze noemen Christus een profeet. Afgezien daarvan dat Mohammed een valse profeet is. Mm. Maar hij is alleen maar een profeet. Jezus was geen profeet. Ja. De laatste profeet, dat heeft Jezus zelf gezegd, was Johannes. Oh ja? Van Johannes de Doper. De doper, die onthoofd is, bedoel je? Ja, die was de laatste profeet. Die heeft toch gezegd, maak vrij de weg voor, naar het koninkrijk. En na mij komt iemand wiens schoenbanden ik niet waard ben om te binden. Nee, maar goed. Hij was de laatste profeet. Hij was daar in de Spirit of Elias, zoals ze dat noemen in Engels. Mm-hmm. The Spirit of Elijah, in de geest van Elias. Ja. Okay, daar zijn een keer profeten niet meer. Huh? Ja, weet ik, Johannes, die op Patmos de revelatie ontvangen heeft, was geen profeet. Hè? Laat ons daar eventjes een keer heel duidelijk over zijn. Er zijn veel mensen die begrijpen dat niet, als we dan nog eventjes op die manier bezig zijn. Laat ons dan eventjes een keer naar Openbaring gaan. Aha. In het allereerste kapitel van Openbaring lezen we ganz duidelijk dat Johannes geen profeet is. Want daar staat in Openbaring kapitel 1 vers 1 uh-huh. The revelation of Jesus Christ which God gave unto him to show unto his servants things which must shortly come to pass, and he sent and signified it by his angel unto his servant John, not prophet, who bare record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ and of all things that he saw. Want hij was een apostel, uh-huh. Hij was een getuige van Jesus Christus zijn ministerie op deze aarde. Mm-hmm. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, to keep those things which are written therein, for the time is at hand. Nu staat hier dus wel profetie. Zegt er van, ja, maar Jokje heeft juist gezegd, Johannes is geen profeet. Nee, is hem ook niet. De allereerste woorden zeggen het heel duidelijk. Er staat, the revelation of Jesus Christus. Ja. Dus het is de openbaring van Jezus Christus. Niet de openbaring van Johannes. Ja? Jezus Christus openbaart dit aan Johannes. En Johannes schrijft het op.
Maar Johannes is geen profeet. Aha. Het is Jezus Christus die alles wat een openbaring aan informatie aan Johannes geeft is. Hij is degene die het geeft. Ja? Heel belangrijk. Want je hebt altijd mensen die zeggen van ja, maar Johannes was de laatste profeet. Nee, hij is geen profeet. Hij was een apostel. Ja. Een getuige van Jezus Christus, zijn ministerie, dat niks anders is, dames en heren. Ja, daar is Jörg weer. Dat ministerie van Jezus Christus, 3,5 jaar die hij op aarde was en geleerd heeft, is niks anders als de vervulling van Daniel kapitel 9, versen 4 tot 27. Mooi, hè? Dat de Bijbel zo... Het is net als een trui die gebreid is door je moeder, met allemaal patronen erin. En ieder draadje is verbonden met een ander draadje. Dus als het een computerprogramma was, de Bijbel, dan was het mooiste computerprogramma wat ik ooit gelezen heb. Alles houdt met elkaar verband. Ja. Eén lang verhaal. En er zijn zoveel connecties ja. In het Nieuwe Testament naar het Oude Testament. Dat al die mensen die zeggen van ja, maar de God van het Oude Testament, dat is niet dezelfde als van het Nieuwe. En dat Oude is voorbij en dat Nieuwe is alleen nog maar geldig. Oh. Baloney. Ja. Dat is een leugen. Een absolute leugen. Je kunt de Bijbel niet uiteenhalen en het Oude Testament zonder het Nieuwe Testament te gaan bekijken. En dan nog iets. Ik haat ondertussen de uitdrukking Oud Testament. De juiste benaming daarvan is niet het Oude Testament, sondern de juiste benaming daarvan is het wet en de profeten. De wet en de profeten. The law and the prophets. Ja. Ja, dat is het tussen aanhalingstekens Oude Testament. Ja. Maar ja. Dat is ook zo, dat is een opmerking van Richard Dawkins. Je kent hem wel, die evolutionist die beweert dat hij alle tussenliggende botten gevonden heeft. Dat hij ook zei van, er zijn twee waar ik een hekel aan heb. Dat is de God van het Oude Testament. En dan die sukkel van het Nieuwe Testament. Eerst was hij heel vervelend en daarna alleen maar als een pussy. Dat heeft hij echt gezegd, hè? Dat was smerig, man. Hij begrijpt er volgens mij helemaal niks van, hoor. Nee, dat is meestal zo met... Ja, meestal zo met evolutionisten. Met deze mensen, ja. Ja. Dat zijn de Bijbel noemt ze in Engels scoffers, in Duits zeggen we spötter. Dat zijn diegenen die grappen maken op basis van de Bijbel. Ja, spotten op zijn Nederlands, denk ik. Spotten, ja. Ja, hoe zeg je dat op zijn huis? Wat zeg je nou? Hoe heet het op zijn huis? Spötter. Spötter. S-P-E, gelijk aan mijn naam. E, hè? O ja. Met twee puntjes. Ah. T-T-E-R. Spötter. Spötter, ja. Ja. Geintjes maken over serieuze dingen, terwijl er geen reden voor is. Goed. Ja, ik zeg niet dat men hier en daar eens een keer niet mag lachen, maar die vraag is altijd op welke... Wie betaalt de prijs daarvoor, hè? Ja, ik denk dat je... Ik maak geen grappen op basis... Op kosten van Jezus Christus of van mijn Heer. Andere grappen mogen wel eens een keer gedaan worden. Tuurlijk. Zo serieus is het leven nu ook niet. Hè? Als men af en toe eens een keer niet lacht, voor wat zijn we dan hier? Hè? Ja, 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 ja. Ik heb ook nog geen gedachte dat wij een uitzending gaan doen. En dan gaan we alleen maar grappen, zoals jij zou zeggen, grappen vertellen. Oh, ja, ik weet er nog wel meer, want ik ken ook grappen over katholieken. Dat kan je ook meer lachen. Dan ben ik grap gedaan, want ik ken geen grappen. Dus, jij kent ze niet? Okay. Ik ken niet veel grappen, nee. Ik ken er wel een aantal. Ik heb je een keer een paar verteld, dacht ik, zoveel lang geleden in onze uitzending. Ja, maar die was heel erg leuk, met die van Timothy Geithner en die andere. Ah ja, ja. Met die elanden. Bernanke zeker, hè? Ja, Bernanke, ja precies, ja. Waar zijn we gestrand? Ja, dezelfde plek als de vorige keer. Ja. Nee, vorige keer zijn we 100 meter eerder gestrand. Ja. Oké, zullen we terugpakken bij Genesis 3? Want ja, anders komen we er nooit mee klaar. Ik kan nog eventjes een keer daarbij zeggen. Ik heb vandaag in mijn YouTube-kanaal eens een keer ervoor gezorgd dat al mijn Vlaamstalige of Nederlandstalige video's in een afspeellijst samengevat zijn. Oh, leuk.
Dus ik heb twee afspeellijsten. De ene van die Perry die we niet hoort, dat ik ze nog altijd bijhoud, want daar moeten we nog altijd verder aan werken. Uh-huh. Dat is namelijk de Nederlandse vertaling van het boek Rulers of Evil. Klopt, ja. Eerstes van het kwaad, waar jij niet verder mee wilt gaan. Uh-huh. Die staan in één afspeellijst en nu al die andere video's, tot en met de laatste Genesis 3, 1 tot vers 16, staat daar ook in. En daar komt dus deze video ook mee bij. Zo is dat voor die mensen dan de Vlaamse of Nederlandstalige gemakkelijk te vinden. Als je bij afspeellijsten gaat, is er een afspeellijst die noemt... hoe noemt die? Ach jong, mm-hmm. Weet ik de naam al niet meer. Mm-hmm. Vlaamstalige video's of iets in die richting. Iets met Vlaams of Nederlandstalig bij. Ja. Vinden wel in al die speellijsten daarmee tussen. En die mensen dus die mensen gaan maar zoeken. Ja. Ja, zo moeilijk is dat niet. Zoveel spelers heb ik al niet. Het zijn minder dan 50, dus dat lukt wel om dat te vinden. Je moet eens kijken hoe moeilijk het is om een leuke Netflix film te kijken. Dat moet je ook zoeken. Nou, dat weet ik niet. Ik krijg zoiets, Jannie. Nee, dat weet ik wel. Maar ik doe dat dan wel. Als grondverkenning. Maar op jouw site moet je ook zoeken. En gewoon klikken en dan denk je, oh deze is het niet. En dan klik je er maar een keer door. Dan heb je gewoon helemaal... Jo. Wat leuk dat je dat gemaakt hebt, zo'n playlist. Dat is prima. Maar nu even naar vers 17. Kom, geef je... Vers 18, hè? Ja, maar wat betekent vers 17? Ah, zo. Ja. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake, and sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Ja, Adam wordt gestraft. Hij heeft een duidelijke aanwijzing van God gehad om A, naar God te luisteren en niet naar zijn vrouw, wat uh-huh. ik altijd al gezegd heb. Uh-huh. Dat de grote, ik heb het toen een beetje vulgair uitgedrukt door te zeggen van hij is eerder achter zijn pik gelopen in plaats van achter de stem van zijn vader. Uh-huh. Maar flauw bezien komt het daarop in feite neer. Uh-huh. Ja. Uh-huh. Daarop straft God hem nu. En zegt van, ja kijk, hier in het paradijs waar we nu wonen, hier heb je al het eten, het hangt gewoon maar in de lucht, je moet het gewoon maar plukken. Je krijgt alles eten zo. Ja? Mm-hmm. Alle planten groeien van zichzelf uit en je mocht al die zaden en al die planten en al die vruchten en zo, mocht je eten. Dat hebben we ja gelezen in Genesis 1, 29 staat het erin. Mm-hmm. Maar nu gaat er iets aan veranderen. Nu moet hij werken voor zijn eten. Ja. Ja, natuurlijk gemakkelijk. De Romeins-Katholieke Kerk maakt ervan, hij moet werken voor zijn verlossing. Nee, dat staat er niet in, hè. Maar zo doen ze dat natuurlijk, hè. Mm-hmm. Maar in plaats van dat ons alles gegeven wordt, moeten we daarvoor werken. Ja. Dat is ja ook heel interessant wat de Sabbat aangaat, hè. Bij die initiatie van die Sabbat, op het einde van... Genesis 1 uh-huh. staat er ja of staat het in Genesis 2 staat het erin, and God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. Ja? Uh-huh. Dus daar staat niet in dat je op zaterdag niet mocht op Sabbat niet mocht werken, hè? Daar bestond nog geen werk als de Sabbat gecreëerd was. De mens heeft pas moeten werken door de val. Oh, door dat de is een mooi gezegd. Ja. Door de zondeval, dat is onze straf. En dat herinnert ons ook constant eraan dat wij in feite allemaal geboren zijn in overtredingen en zonde. Ja, klopt. Ja? Sprekend voor mezelf klopt dat, ja. Anders gingen we alles krijgen wat we moesten hebben. En zo moeten we daarvoor werken. Mm-hmm. De grond is verdoemd, zegt hij hier. Cursed is the ground for thy sake. Dus de grond, de aarde is verdoemd voor thy sake. Wat, hoe zeg je dat in Vlaams? Even kijken hoor. Vers 17, de voorlaatste zin. Ja, Cursed is the ground for thy sake. Is de aardbodem om uwentwil... Om u het wil vervloekt. Ja. Dat wil zeggen, als we nog een keer teruggaan naar Genesis 1, waar God alles geschept heeft. Mm-hmm. Heeft alles in existentie gesproken. Ja. Alles was er gewoon. Hij zegt van, er is
er is water, er is licht, er zijn planten, er is dit, er is dat. God spreekt het en dat is er. En ja. Dat zou ook altijd zo geweest zijn. Maar nu is het vervloekt doordat de mens de wet van God overtreden heeft. De mens heeft dat vervloekt. De mens zorgt in feite daar. En dat is waarom dat deze wereld ten einde gaat. Omwille van dat ze vervloekt is. Waarom is ze vervloekt? Omwille van dat de mens in zonde gegaan is. En de mens door ongehoorzaam de dood in het leven gebracht heeft. Dus hier, de dood in het leven kan man je niet zeggen, maar de dood in existentie gebracht heeft. Ja. Waar juist de evolutie-idioten het tegendeel beweren. De dood brengt de mens voor. Ja, precies. Door het overleven van de sterkere, bij wijze van spreken, kan die overleven die sterkste. En die sterkste gaat ook ooit eens een keer dood, hè, want niemand leeft eeuwig. Hè? Mm-hmm. Ja? Ik had vandaag zo een die zo'n commentaar geven op een van mijn video's, dat ik ook liefst geantwoord, die zei van alle religie is de wortel van alle euvel. Mm-hmm. Dat ik liefst zou geantwoord hebben van ja, maar kijk, als er geen God bestond, voor wat bestaan wij dan überhaupt? Mm-hmm. Wat is dan de zin van het leven? Mm-hmm. Daar moet men eens een keer bij stilstaan. Als God niet bestaat, als we gewoon hier ronddweilen, om, nou ja, ronddweilen, dweilen is weer een ander woord, maar kun je ook een dwell op zijn Engels. Ja. To dwell, ja. Als to dwell, ja, ik bedoelde dus in Nederlands dweilen, hè, van bij wijze van spreken de grondkruisen, hè. Mm-hmm. Je weet wat een dweil is, hè? In Vlaanderen. Ja. De grond kuisen. Ja. Even voor de Nederlandse mensen. Kuisen, ja. Dat heet, noemen wij schoonmaken. Ja, de grond dus schoonmaken, wij, dus dweilen. Ja. Ja, dus ik zeg dat dan zo op zijn plat Vlaams. Als wij hier gewoon ronddweilen, bij wijze van spreken. Voor wat verpesten, voor verbrengen we dan onze tijd hier? Ja. Wat voor een zin heeft het dan om geboren te worden, hier zijn ding te doen en dan te gaan sterven en niemand herinnert u anyway? Yep. Het zijn gebouwen een groot standbeeld van jou, maar dat is maar voor mij niet. En van mij niet. Ik wou ze zeggen, van mij is al geen standbeeld. Geen standbeeld voor mij. En van mij ook niet. Nee. Want het punt is gewoon van, wat voor een zin heeft het leven dan, als er geen God bestaat? En als er geen eeuwig leven bestaat? Wat is het leven dan dan überhaupt? Mm-hmm. Ah, oké, zo kunnen we gaan beginnen in de filosofie af te zakken, maar we willen ons bezighouden met de Bijbel. Want en dat is positief, zeker ja. Zeker niet met filosofie, want dat is allemaal negatief. Ja. Maar dus het punt is gewoon in vers 17, als je daarover gaat spreken. Cursed is the ground for thy sake. Dus vervloekt wees de grond om jou het willen. Om jouw willen. In sorrow, dus in hoe zeg je dat weer? Even kijken. In sorrow. Ik was even terug naar Genesis 1. Maar... In troevigheid of zo zulde jij eten van de grond alle dagen van het leven. Dus alles wat jij moet bewerken op de grond. Ja. Hier staat, al zwoegende zult gij daarvan eten. En zwoegen, dat is zwaar werken, is dat, hè? Ja, dat is zwaar werken. Ja. Hoe heet het op z'n Duits? Is dat ook iets van zwoegen of zo? Vraag me dan nu niet, zeg je. Ja, oh nee, dat maakt ook niet uit, maar dat is maar een vraagje. Dat kom ik niet direct op een Duitse vertaling. Maar zwoegend. Schoft, zeggen we in Duits. Schoft. Zwoegen is schoften. Schoffen. S-C-H-U-F-F-T-E-N. Schoften. Schoften. Heeft niks te doen met schoft, want dat is een jerk. Dat is een schoft. Dat is iets anders. Schoften is zwoegen. Nee. Ja. Hard werken, ja. Hard werken, ja. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. Ja? Dus nu moeten het kruid van het veld gaan eten, waarentegen anders hem die kruiden gewoon allemaal gegeven waren. Hè? En nu moet hem ze bewerken bij wijze op het veld. Vers 18, wil je dat eventjes lezen in Vlaams? Of? Ja, ik zal me even oppakken. En doornen en distelen zal hij u voortbrengen. En gij zult het gewas des velds eten. Ja. Dus ook al werkte jij, dan gaat je nog altijd doornen en distels gaan krijgen. Dus zelfs dat wat je krijgt uit de grond, zal je niet direct bevallen en zal je niet direct plezieren. Ook al zwoegde daarvoor. Ja. Ja?
In the sweat of thy face, im Schweiß deines Angesichts. Prachtig, ja, mooi zo. Ik hou ervan hoor. Een beetje multicultureel zijn, Jurk. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground. For out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust thou shalt thou return. Ja? Im Schweiße deines Angesichts sollst du Brot essen, bis zu dem Tage, wenn du wieder in den Boden zurückkehrst. Aus dem Boden bist du gemacht, aus Staub bist du gemacht und zu Staub sollst du werden. So prachtig, soll ich ganz Dit wordt heel veel voorgelezen bij begrafenissen. Ja. Earth to earth, dust to dust. Ja, precies. Zo is het ook. Kom op. Ja. Ken je die even tussendoor hoe de Groninger tot stand kwam? Dat is een wiets, hè? Een grap. Moet jij zeggen, dat weet ik niet. Zeg maar even, dat weet ik niet. Ik heb geen flauw idee. Precies. Nou, de Groninger die werd door God uit de klei getrokken. En die Groninger, die keek om zich heen en die dacht van, oké, waar ben ik? En die ziet God staan, hè? En die zegt tegen God, ga van mijn land af. Zeg dat nog eens een keer. Ga van mijn land af. En wat is land? Land. Ga van mijn land af. Ah, mijn land. Je staat op mijn land, man. Ja, oké. Ik ben hier uit de klei, ga van mijn land af. Dat is van mij, naar andere woorden. Precies. Even op zijn Nederlands. Hè? Dat is ook heel mooi. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten. Totdat gij tot de aardbodem wederkeert. Omdat gij daaruit genomen zijt. Want stof zijt gij. En tot stof zult gij wederkeren. Daar heb je toch alles mee gezegd, hè? Kleine kinderen kunnen dit niet in één keer begrijpen. Maar volwassen mensen die naar ons luisteren, die gaan toch wel stilstaan bij het feit dat jij en ik stilstaan bij deze tekst. Ja, en natuurlijk, we hebben al gelezen over hoe dat Adam uit de grond gevormd werd. Dat hij dus daadwerkelijk uit de stof bestaat. Mm-hmm. En wij weten ja ook, als we dat nu de eerste keer fysisch gaan bekijken in deze aarde, wij bestaan uit alle mogelijke soorten atomen en alle mogelijke soorten elementen, voornamelijk koolstof. En koolstof is niks anders dan stof, hè? Ja. En ik vind dat heel interessant dat we daar eens een keer eventjes bij stilstaan. Als dan mensen zeggen van, bij wijze van spreken, ja, de evolutietheorie klopt, want mensen hebben 98% dezelfde DNA als een banaan. We stammen allemaal van de banaan af. Dat is zo een van die zinnen van Kent Hovind. Daar hou ik van, hè, als je dat zo zegt. Hè. Kent Hovind. Dus je grootvader was een banaan, bij wijze van spreken. Hè. Maar ja, natuurlijk. Het bestaat, alles op deze aarde bestaat uit dezelfde materialen. Ja. Natuurlijk is alles ergens met elkaar verbonden. Ja. Het zou pas erg zijn als wij niks aards in ons gingen hebben, want dan gingen we van buitenland, van buitenaards gingen komen. Dan gingen we, bij wijze van spreken, alien zijn. Ja. Maar als lang als wij van dezelfde stof gemaakt zijn als deze aarde gemaakt is, dan komen we daar toch vandaan. Dat lijkt me wel, ja. Ja, is toch ergens logisch, hè? Wel bijzonder dat we zo in elkaar zitten. Dat is een groot wonder. Ik sprak mijn dochter. Even heel kort. Ik sprak mijn dochter en ik vertelde haar van het getal 666. Dat is het nummer van koolstof. De koolstof is het zesde element en de rest hoort er ook allemaal bij. Je hebt drie getallen om een atoom te benoemen. Want je hebt ook koolstof 14. Dan heb je twee extra neutronen erin. Dat is die carbon dingen, wat ze gebruiken om te bepalen hoe oud iets is. Maar voor de rest is carbon dating, ja. Dat maakt gebruik van, dan meet je hoeveel koolstof 14 ergens in zit. En als dat weinig is, is het ouder. Dat is de theorie. Ja, ik zei dus tegen mijn kind, gewoon koolstof, dat is 666.
En dat die naam, zou je bijna moeten zeggen, of dat nummer, dat zijn nummers, dat zijn drie nummers, hè, die staan in de Bijbel. En mijn dochter was echt stom verbaasd. Van, oh pap, dat is wel toevallig, zeg. Ja, erg toevallig. Ja. Nou, koolstof is het dus. Gaan we lekker door. Pak me op bij vers 20 als je wil. And Adam called his wife's name Eve, because she was the mother of all living. Oké. Okay. Mijn Bijbel is dichtgevallen. En de mens noemde zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder van alle levende is geworden. Het is echt iets anders dan in de koning Jacobus, hoor. Want hier staat, omdat ze de moeder was. In het Engels dan, hè? En in het Nederlands is geworden. Oké. Okay. Unto Adam also and to his wife did the Lord make coats of skins and clothed them. Dit is nu een heel belangrijk punt dat we eventjes gaan lezen. Ja, daar heb je het vorige keer over gehad. Wij herinneren ons nog dat er staat in vers 7, and the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. Ja. En nu in vers 21, dus 14 versen later, staat er, unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothed them. Nu, wat pijsde jij? Wat pijsde, waar komen deze vellen vandaan? Van dieren? Lammeren? Het lam dat geslacht werd voor de aarde opgericht werd, misschien. Mm-hmm. Zonder het vergieten van bloed is er geen vergeving van zonde. Ik heb je al gezegd, als we vers 7 gelezen hebben, dat ze dat niet alleen maar deden voor hun, bij wijze van spreken, lichamelijke naaktheid, maar voor hun spirituele naaktheid. Yep. Ja? Spirituele naaktheid, dus wat doet God? Hij gaat een lam slachten, gaat het de vel over de oren trekken en geeft het aan Adam en Eva dat ze zich daarmee bedekken. Spiritueel, wat wil dat zeggen? Ja. In vers 7 werkt de mens zelf voor zijn verlossing, want hij maakt zich schorten van vijgenbladeren. En in vers 21 zegt God, dat trekt op niks. Hier heb je geschorten, daarmee kun je je gaan bedekken. Ja. Daarmee zul je terug hersteld worden. Maar daarvoor moet iemand dood. Ja. In dit geval een lam. En uiteindelijk het lam van deze aarde, dat is Jezus Christus. Yep. Applaus. Ja, zie je, ja, heb je schoon gezegd. Dank je. Zie je hoe wonderbaar de Bijbel allemaal samenhangt? Mm-hmm. Hoe dat, als je de Bijbel een keer in zijn totaal gelezen hebt, en dat heb ik ja ook nog niet. Nee, ik mankeer nog altijd heel veel boeken die ik niet gelezen heb. Alles van boven 2 Samuel tot het einde van het Oude Testament heb ik niet gelezen, tot nu toe. Aha. Dus van de Law and the Prophets. De wet van de profeten heb ik ten grootste deel nog niet gelezen, maar daar kom ik niet nog naartoe. Ja, het zijn nog zoveel pagina's, is, ja. Maar het punt is, als je dit zo ver gaat begrijpen, als je dit zo ver gaat begrijpen, dan is dat toch gewoon schoon om te verstaan. Ja. Ze maken zich schorten van vijgenbladeren om zich te bedekken, om hun schuld bij wijze van spreken te bedekken, niet hun schaam, hun naaktheid, hun geslachtsdelen, maar hun schuld, in die ze zich begeven hebben. Uh-huh. En God geeft hun een betere bedekking, maar daarvoor heeft bloed moeten vloeien. Want je kunt de vellen
van de huid van een geit of van een schaap niet geven zonder te vermoorden. Ja. Moest je eens een keer weten dat ze tijdens de Inquisitie mensen levend de huid aftrokken. Ja. Ja? Maar normaal gezien doe je zoiets als iemand dood is. In de Inquisitie doen ze dat als lang als je leeft, dat je dat ook lekker voelt. Ja. Maar hier in dit geval, in vers 21, heeft God uiteraard een lam gedood. Heeft dat vel genomen, heeft het Adam en Eva gegeven en daarmee hebben ze zich kunnen bedekken. Ten punt is, vers 7, de mens zorgt zelf voor zijn verlossing. Vers 21, God zegt van, jij kunt voor je verlossing niet zorgen, hier neem dat van mij. Dat is een gratis geschenk. Zoals wij in het Nieuwe Testament leren dat wij gered zijn, gelijk ik dat straks al een keer gezegd had, door de gave, door het geschenk van God, van vertrouwen, van geloof in hem, daardoor zijn we gered. En dat niet door onszelf. Ja. Een heel belangrijke punt. En ook mooi dat men hier eens een keer de samenhang bespreekt, of dat wij dat nu bespreken, tussen vers 7 en vers 21. Yep. Peter, wilde jij dat nooit nog vertalen? Of, even kijken hoor, waar we zijn. Vers 21. Ja, dan pak ik hem even op. En de Heere God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede. Vellen, ja, dat is van dieren, ja, zonder meer. Pakken we 23, gaan we door, alsjeblieft. 22 eerst, hè? Oh, 22, sorry, ja, 22. And the Lord God said, behold, the man is become as one of us, to know good and evil. And now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live forever. Ja. Even kijken, waar we zijn. Even het beeld goed zien. 22. Ja. Op zijn Nederlands is het langer. En de Heere God zeide, zie, de mens is geworden als onzer. Een door de kennis van goed en kwaad. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Het staat in de King James korter hoor. Ja, ja. Maar het is een heel, heel, heel belangrijke vers. En ik denk niet dat jij weet waarom dat deze vers Genesis 3:22 Ja. Alle numerologici die gaan nu gelijk de oren spitsen. Ja. Ja, ga maar door. Ja, weet je wat ik wil zeggen? Dan mocht het zelf zeggen. Nee, ik wil jou aan het woord laten, maar ik moet het even uitleggen. Nee, dat moet niet. Jij mocht het ook zeggen als jij het weet. Ik moet niet altijd alles zeggen hier. Mm-hmm. Ja, wat ik hiervan wil zeggen, dat zijn die twee woorden, goed en kwaad. Dat is dus. Mijn dochter, ik liep met mijn dochter naar de dierenarts vanwege haar ratjes. En ik had dat kind die ratjes gegeven, want ik vind dat belangrijk voor de opvoeding van een kind, dat ze met dieren omgaat. En voor dieren moet je zorgen. Je moet er water hebben en eten hebben en die moet de poep opruimen van de dieren. Er was zo'n ratje was ziek, want die beestjes die worden gekweekt in de bio-industrie. En die zijn heel erg kankergevoelig. Die maken carcinomen voordat je Abraham kan spelen. Daar zijn ze voor gekweekt. Nou, zo'n beestje had van allemaal die bulten en wij naar de dierenarts. En ik zei nog, van, ja, het mag wel, maar ik wil niet dat het beestje pillen krijgt. En dat mag ook niet ingesneden worden. Dan had ze mij beloofd met tranen in de ogen. Van, ja,
naar de dierenarts. Liepen wij voorbij het gerechtsgebouw van alle gebouwen überhaupt. En mijn kind vraagt aan mij, maar pap, ik ben volgens mij een heel zachtmoedig iemand, maar ik kijk de hele tijd naar Hannibal the Cannibal. Van die psychopaten moordenaars. A Game of Thrones is er ook zo een. Mm. Nou, zei ze, waarom is dat? Ik zei tegen haar, het kwade, dat is wat je moet leren kennen. Het goede is dat wat je moet leren doen. En meer niet. Dat denk ik over goed en kwaad. Ook dat mooie boek van, dat is wel profaan, werelds. Jenseits von Gut und Böse. Nou, zo ja. Stom is dat boek niet hoor. Het is niet positief, tenzij, ja, je kan er wel om lachen, want hij heeft ook één hoofdstuk alleen maar met aforismen. Dat zijn korte grappen van 2 of 3 regels. Die mooie is, ik mag geniaal zijn, maar wel met jullie toestemming, hè, vrienden? Nietzsche surt, maar hij heeft het wel over goed en kwaad. Mm. Maar jenseits, dat is dan. Hij heeft het over goed en kwaad, want het is er. Je kan wel de hele tijd goed blijven lopen doen. Dat is altijd mijn dogma geweest, mijn credo. En er blijft daarnaast nog steeds kwaad. Ja, het is verschrikkelijk. Dat is wat ik dan hier emotioneel op heb te zeggen. Goed, ik heb een paar andere dingen op te merken. Kom maar. Ten eerste. Het woord ass. Mm-hmm. And the Lord God said, behold, the man is become ass, one of us. Mm-hmm. Dat wil niet zeggen dat wij geworden zijn gelijk God, maar zoals hij, zoiets in die richting als, maar niet, mm-hmm. Wij zijn geen goden geworden. Mm-hmm. Ja? Want dat was eigenlijk het belofte dat de slang gegeven heeft aan, ja. Aan Eva. Ja? Je zult zijn zoals de roden, of ja. Zoals rot. Ja. Ja, maar veel belangrijker is als je die zin eens een keer leest en dan eens een keer in de vrijmetselaarse zin begrijpt. Mm-hmm. And the Lord God said, behold, the man is become as one of us. Genesis 3, 2, 2. Waar kende je dat getal 3, 2, 2 vandaan, Pep? Dat is van de Society van de Skull and Bones. Van de schedel en de beenderen. Ja. Die vrijmetselaarse satanische organisatie van Yale Universiteit in de Verenigde Staten van Amerika. Mm-hmm. Een geheimorganisatie, een geheimgezelschap. Ja, even voor de kijkeraars. Ze hebben op de Yale University, dat is een universiteitsterrein. Daar staat een gebouw en dat heeft zo goed als geen ramen. Dat gebouw heet The Tomb. De kracht, de grucht. Ja, de groeven. De tombeau, ja. Het graf, ja. En die hebben dat nummer 322. En als je er bij elkaar optelt, wordt het helemaal grappig. 3 plus 2 is 5, plus 2 is 7. En dat was even tussendoor voor de kijkeraars. Gaan we door, Jurk. Ja, en 7 is de perfecte getal van God. Maar 3, 2, 2 in Skull and Bones verwijst dus naar Genesis 3, vers 22. Mm-hmm. Het belofte, bij wijze van spreken, mens is God. Dat is wat ze u in deze vrijmetselaarsorganisaties allemaal beloven en willen ja, doen beloven. Ja, dan zeggen ze dat je God bent of zo. Ja, ja. Ja. Maar hier staat, de mens is net zo eentje als die van ons. The man is become as one of us. Hij lijkt op ons. Volgens mijn verstaan. Is het een verschil of dat je zegt become as one of us of wat je zegt is become one of us? Volgens mij is dan verschillen. Daar wil ik even eerst naartoe. Mm-hmm. Maar veel belangrijker is dat we dus begrijpen of dat er nu een verschil is of niet. Dat ze in deze geheime organisaties daarvan uitgaan
dat de mens God geworden is, of zichzelf tot God kan maken. En daar is het Luciferianisme en het Satanisme ja allemaal om te doen. Want Satan, Lucifer, heeft gezegd in Jesaja 14, verse 12 tot en met 14, en ik zal het een keer open doen, ik heb ja mijn Bijbel hier, ik kan ja heel rap dat boek van Jesaja vinden. Jesaja 14, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. Ja? Dat is in vers 12 begint het. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? Oh, die pak ik er even bij. Even wachten. How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Jesaja was het, hè? Ja, Jesaja 14, vers 12 tot 15. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. I will be like the Most High. Genesis 3, 22. Man is become as one of us. I will be like the Most High. Do you see the resemblance? Zie je het gelijkenis daarin? Aha, ik wel, ja. En dan staat als volgende geschreven in vers 15. Yet. Y-E-T. Een heel, heel, heel... Wacht even. Welk hoofdstuk zit je? Van Jesaja? Jesaja, kapitel 14. 14, oké. Okay. Ja, vers 15. Yet. Thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Dus als mensen u vragen, Perry, gaat de nieuwe wereldorde daadwerkelijk komen? Gaat dat echt van kracht gaan worden? Dan kun je zeggen van, in de Bijbel staat geschreven, ja, maar tegelijkertijd zulde jij gebracht worden in de hel naar de zijden van het gat. Of het eindeloze gat, of hoe je dat ook wilt vertalen. Ja? Aha. Vers 15 van Jesaja 14. Hier wordt de duivel, hier wordt Lucifer in dit geval in zijn rebellie in de hemel niet tegengesproken. Er wordt niet gezegd van, nee, dat zal niet gelukken. Nee, dat zal niet gebeuren. Dat staat, yet thou shalt be brought down. Dus hij gaat opstijgen in de hemel. Hij zal zichzelf verheven boven de troon van de sterren van God. Hij zal ook zitten in de berg van de congregatie in het zicht van het noorden. Hij zal opstijgen tot de hoogte van de wolken. Hij zal zijn als de meest hoge. Maar hij zal ook gebracht worden in de hel. In de zijkant van de pit. Ja. En dus, als je dat leest met het verstaan van Genesis 3:22 en weet voor wat die skull and bones, dus hoofd- en beenderen-embleem hebben, met dit getal 3:22 erin, dan weet je voor wat die getal 3:22 dient. Zij zeggen van, wij zijn als God. Ja, mooie gedachte. Ze zijn het niet natuurlijk, hè? Even voor de kijkeraars, ze zijn het helemaal niet. Zijn het niet, nee. Er zijn gewoon mensen die hebben ook iedere dag behoefte aan iets van pizza. Er is maar één God. Dus ja. Kunnen wij geen goderen zijn? Kunnen wij geen goderen zijn? Als er maar... Klopt. Ah, en ineens was je weg. Ja, je viel ook even weg voor mij. Ja. Daarom zei ik ook klopt. Ja. Even te contacteren. Oké, eventjes nog twee versen, Perry, en dan gaan we stoppen, want Tom heeft mij gecontacteerd of ik tijd heb. Oké. En we zijn sowieso al bij een uur aangelangd. Dus ja, ik ben de tijd in de gaten aan het houden. Ja. Vers 23 en 24 dan nog even om Genesis 3 af te sluiten voor vandaag. Ja, vind ik mooi. Therefore the Lord God sent him forth from the garden of Eden to till the ground from whence he was taken. So he drove out the man and he placed at the east of the garden of Eden cherubims and the flaming sword which turned every way to keep the way of the tree of life. Heel simpel, zonder dat je dat nu moet vertalen met de Nederlandse Bijbelvertaling. De mens is in zonde gevallen, heeft het woord van God niet naar geluisterd. Hij heeft dus
zijn meester verloochend, bij wijze van spreken. Hij heeft niet geluisterd naar wat zijn heer, zijn vader hem gezegd heeft. Daarvoor wordt hij gestraft. Hij moet nu de grond bewerken om zijn eten te gaan krijgen. Hij wordt uit het paradijs, de Garden van Eden, eruit gesmeten. Om dan buiten deze garden de grond te gaan bewerken. Om daarvan te kunnen gaan leven. En hij wordt weerhouden om terug in deze tuin van Eden terug te kunnen keren. Door cherubims, dat zijn speciale soorten engelen. Die de poort staan bewaken. En daarvoor gaan zorgen dat er niemand die er niet binnen mag, binnenkomt. En daarmee is de mens dus uitgesloten van het eeuwige leven en van het leven in paradijs. Ik wil toch even in het Nederlands voorlezen. We gaan afsluiten hoor. En hij verdreef de mens. En hij, met een hoofdletter H, dus God, stelde ten oosten van de hof van Eden, de cherubs, met een flikkerend zwaard, dat zich heen en weer wendde, met dubbel D, dus verleden tijd, om de weg tot de boom des levens te bewaken. Dat vind ik een mooie vertaling van to keep the way of the tree of life. Om de weg tot de boom des levens te bewaken. Spannend hoor. Daar geef ik je gelijk, ja. Het is een cliffhanger. Nou, jij gaat fijn met Tom Fresh aan de slag. Ik ga deze uitzending even renderen. En dan spreken we elkaar. Wil jij nog een laatste woord zeggen voor ons publiek? Het zijn maar enkelingen, maar... Ben je er nog? Ja, ik ben er nog, ja. Je mag wat als laatste iets zeggen. Dan sluit ik af. Ja, we zijn bij dat kleine uurtje gekomen en zie daar, we zijn erin geslaagd om een keer Genesis 3 af te sluiten. Mm-hmm. Waarschijnlijk gaan we volgende keer in Genesis 4 verder, want dat begint al met een heel interessante zin om te beginnen. En natuurlijk hebben we hier het verhaal van Kain en Abel. Oh, dat was leuk, ja. Dus ik veronderstel dat we daar eens een keer mee verder gaan doen. Het was leuk om daar nog eens een keer bij te zijn en ik hoop dat jullie door te luisteren en te kijken ook eens een beetje meer inzicht in de Bijbel gekregen hebben. En bepaalde dingen die jullie misschien tot nu toe anders of niet correct verstaan hebben, of zelfs misschien niet verstaan hebben, nu een correctere of tenminste een betere zichtwijze opgekregen hebben. Het is niet dat alles wat ik zeg waar is, want tenslotte ben ik ook maar een feilbare mens. En ik kan u alleen maar vertellen hoe dat ik het versta, maar als ik er bepaalde dingen zie connecteren in dat wat we hier besproken hebben, dan leg ik dat graag een keer uit. En als je zegt van, zo zie ik dat ook, dan komen we misschien allemaal samen tot een beter begrip van de Bijbel. En daar gaat het uiteindelijk om. Dat we het woord van God beter gaan verstaan. Het woord van God is onze handleiding door het leven. En hoe beter dat wij die handleiding verstaan, des te beter wij met het leven kunnen omgaan. Hier op deze aarde tenminste, als lang als we in de gevallen staat zijn in die wij ons hier bevinden. Ja, Perry, ik dank vriendelijk voor de uitnodiging. Ik dank iedereen voor het kijken en voor het beluisteren van deze video. En ik zal zeggen tot de volgende keer. En zoals we in Hamburg zeggen, tjus. Ja, precies. Nou mensen, ik heb hier helemaal niks aan toe te voegen. Dus op zijn Hamburgs sluit ik ook heel snel af met tjus. En dag lievers. Tot de volgende keer.